Deze video op Doesburg TV is mogelijk gemaakt door Roots, Hair & Care. Taarten, als ik mij niet vergis. Ja, baksels zo. 10 baksels inderdaad. Ja, ja, zeer gemaleerd. En samen met mijn gewaardeerde mede-juryleden hebben we dat beoordeeld. De banketbakker van Doesburg, in rust van de partij. En Marian Grandia en Bart Speets. En ja, deskundigen kan je eigenlijk niet wensen. En wat voor criteria waren er allemaal bij? Nou, zullen we het, mag ik het lijstje erbij, Marian? Het blanke lijstje. Misschien wel aardig om te laten zien. Ja. Dus gekeken naar hoe iets gepresenteerd is. De originaliteit van het idee. Natuurlijk goed geroken ook aan de taart. Ja. Geproefd. Hoe is de textuur van datgene wat je proeft. We hebben gekeken naar technieken die gebruikt zijn. De moeilijkheidsgraad van de bakslook. Dat resulteert dan in een cijferlijstje bij elkaar opgeteld. En zo komen we dan tot een gemiddelde. Oké, het was heel onaangenaam om te doen zeker? Dit was heel vervelend, maar het hoort erbij. Ja. Dames en heren, het is mij een groot en smakelijk genoegen om u de uitslag van de Heel Angerlo Doesburg Bakt competitie bekend te maken. Want natuurlijk hebben wij als jury oog gehad voor presentatie en voor originaliteit. Wij waren bevoorrecht, wij mochten echt met onze neus erboven hangen om te ruiken de versheid van datgene wat gebakken is. De verfijndheid van het geurend palet wat de bakkers erin hebben weten te leggen. En we hebben daar een heel bescheiden stukje van geproefd. Omdat wij vooral niet te veel van uw aandeel wilden opsnoepen. Dus daarvoor applaus voor de jury. Goed. Wij hebben punten toegekend aan de diverse baksels op basis van presentatie, originaliteit, kleur, geur, smaak, textuur, gebruikte speciale technieken en uiteraard ook de moeilijkheidsgraad. En we hebben gemeend om voor elk van deze aspecten een waardering van 1 tot en met 10 toe te kennen aan een baksel. Dat hebben we alle 4 gedaan en vervolgens hebben we dat allemaal bij elkaar opgeteld en dat levert dan ook een uitslag op van wie dat het beste hebben gedaan. Nou, eens even kijken. Geweldig heeft gepresteerd, maar het niet heeft gewonnen, is Anne Berndsen. Maar prachtige resultaten behaald. 181 punten gescoord. Iemand anders die ik er... Nou, ik kan ze allemaal wel even benoemen, toch? We hebben ook gesmuld van wat Anita Spanjer had gebakken. Het is niet in de prijzen gevallen, dat is natuurlijk wel jammer dan. Hoeveel punten natuurlijk? 191. Ja, en dan passeren we de 200 grens. Dat geldt van Rietje Groeneberg. Dat geldt van Erika, die had een worteltjestaart gebakken. Als we naar de 2500 gaan, dan komen we al bij Lieke en Imke Kamperman. Ja, nou... Dan gaan we nog veel hoger zelfs. Nee, ik geef even een paar andere benoemen. Tieneke met 225. En Joke van Zijtveld, heerlijk, 218 punt. Maar ja, niet in de prijzen. Maar wie wel in de prijzen? Applaus.
Ja, wie wel in de prijzen valt, al even gememoreerd. Ja, dat zijn de derde plaats. Lieke en Imke Kamperman. En daar hoort dit baksel bij. Ik ga niet optellen, want ik ben bang dat wat gaat vallen. Maar een prachtig kerkgebouw en een schaapskudde erbij. Tot en met de zwarte schapen aan toe. Zijn buitengewoon smakelijk. Derde plaats. Ja, Bart dacht even dat ik niet mijn bril op had, maar die heb ik echt op, dus het klopt. De tweede plaats, die is voor Anna van Zijtveld. Maar nou moet je mij even helpen, Anna, want wij hebben zo anoniem de taarten beoordeeld. Dat we niet eens meer weten welke taart van jou was. De aardbeien. Deze taart. Ja. Die is echt mooi hoor. Deze. En dan blijft natuurlijk de eerste plaats nog over. En die gaat naar twee kleurrijke dames. Die ook niet hebben geschroomd om hun namen gewoon heel openbaar naast de taart te leggen. Maar dat hebben ze wel zeer veel kleuren gedaan. Dat is hij, hè? Wat is deze taart geworden? Dus, Marieke van der Werf, Anne Smeets, gefeliciteerd! Gefeliciteerd! Jullie hebben gewonnen! Jullie hebben, Anne... Jullie hebben gewonnen. Ja, even iedereen. Ja? Jullie hebben gewonnen bij Lekkers en Zo. Een workshop snoepjes maken voor 4 personen. En de helft van die snoepjes die wil Wilfred dan zelf verkopen in de winkel. En de andere helft van de snoepjes die jullie dan maken, die mogen jullie zeg maar in het winkeltje hier in de kerk gaan verkopen. En de opbrengst is voor de kerk. Deze video op Doesburg TV is mogelijk gemaakt door Roots, Hair & Care.